Dit is een belangrijke fase, want er zijn proefmodellen gemaakt. En je moet het altijd even, het patroon dat het getest worden. Want je kunt nooit in één keer het patroon goed hebben. Spannend en het is nu de keiharde waarheid. Hè? Dus ik vind het wel erg leuk. Ja, ik ben natuurlijk nieuwsgierig hoe het staat en of het allemaal zo geworden is als je wil. Dus ja, dat is heel spannend. Ik ben benieuwd hoe het staat. Ja. Helaas is mijn model er vandaag niet, maar ik heb wel iemand gevonden die voor je wil doorpassen. In ieder geval zien hoe het staat op een persoon met een jasje. Heel erg leuk. Ja. Maar wat is dit dan? Dit is precies wat het op zoals de tekening eruit ziet. Ja. En het is nog een mond, het zijn allemaal verschillende kleurtjes nog. Maar wat roze vriendelijk maakt is dat en hier een tricot wordt gebruikt, een ripstop waar heel veel rek in zit. Dus waardoor er veel armbeweging ontstaat. Een hele laag arm inzet, waardoor je ook genoeg beweging in de armen hebt. En de hele achterkant is volledig rekstof. Bij mij is het hele zachte en soepele stof met rek erin. Dus het zit al heel erg zacht om je lichaam heen. Is dit een goede stof al of niet? Ja, dit is een goede stof al. Mooi. Het is een trenchcoat cape. Ja, hij is lekker zacht al. Ja, heel zacht is hij. Dus het zit heel lekker. Ja, ik ben even aan het kijken wat ik nodig heb voor zometeen met de doorpas. Hier zitten splitjes in, waardoor die lekker kan bewegen en zo. Je kan de rits, je kan de jack sluiten met de rits of met de knopen. En dit zijn gewoon siersels. Dit is ook niet goed. Ja. Dat zei ik al tegen, maar het komt er niet in mijn wielen. Ja. Ja. Dit blijft mooi boven de wielen, dus ja. Niet zo erg een slijtage ontdekken. Wat vind je van het zakje? Want ik had eigenlijk een betekenis. Dat is wel praktischer dan hier. Oké, want ik had hier kan je makkelijker bij. Ja, precies. Hier zit nog een rits in verwerkt. Ja. En dat is voor mij niet handig. Want nee. Zelf naar de wc gaan, dan moet ik in één klap die broek omhoog kunnen trekken. Dus moet ik niet nog een rits moeten vasten volgens mij. Ja. Hier achter is het een beetje laag. Is het nog te laag? En hier is het te hoog. Ik heb hem eigenlijk helemaal doorgeknipt. Want hij zat er strak, zoals je hier ook kan zien. En vandaar heb ik hem hier ingeknipt, zodat ik kan zien hoeveel ruimte erbij moet komen om hem lekker te laten zitten. Dus ongeveer 5 centimeter. Okay. Ja. Ja, ik maak de patronen. Dus ik moet al deze wijzigingen moet ik nu in de patronen gaan verwerken. Ja. De arm inzet is een stuk wijder. Dus dat is wel makkelijk om hem aan uit te trekken. Het gaat nu 10 keer makkelijk. Ja? Nou, wat fijn zeg. Het is wijder nu. Ja, dat is echt heel fijn. En dat valt nu op. Ja. Als ik dit gewoon in de winkel zie hangen, dan gaat het wel mee hoor. Hoor je dat? Als je dit in de winkel ziet hangen? Ja, dat weet ik. Ja. En die broekje ging ook mee.